De traditionele vredeswandeling in Oosterhout op Wereldvrededag trok donderdag ongeveer 50 mensen. De vredesmars begon om 10 uur bij de Mariakerk aan de Wilhelminalaan, exact op het tijdstip dat legaal de eerste knallen van het vuurwerk te horen waren. De vredestocht ging vanaf de kerk via onder meer de Ridderstraat naar de Heilige Driehoek, waar een vredeskaars werd afgegeven.